Yo kijkers, leuk dat jullie allemaal weer kijken. Hey, een dorpje. Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video. En vandaag ga ik jullie laten zien hoe jij een leuk huisje kan bouwen. Het is heel simpel. En dit zijn de standaard blokken eigenlijk gewoon. En met deze blokken ga ik later nog wat details toevoegen. Ik bouw eigenlijk altijd huisjes met palen. En dat er dan drie blokjes tussen zitten. Dat ga ik nu ook doen. We hebben natuurlijk ook wel een deur nodig, denk ik nu. Daar zetten we er nog drie op. Dan maken we bij de deur dit. Een soort N. En bij de rest maken we overal een U. Of een V, ligt er aan hoe je het wilt kijken. Dan doen we zo. Nee, dat is geen misplaats. Die trek je gewoon door. Ik doe nu een klein beetje een random volgorde, maar ja. Zo. En wat ik me nu ook bedenk is dat we natuurlijk glas nodig hebben voor de raampjes. Je hoeft natuurlijk niet overal glas te doen. Je kan ook gewoon zo een dingetje dichtmaken. Ik vind het wel leuk als aan de zijkant raampjes zitten en aan de achterkant geen raampjes. Doen we dat zo. En aan de voorkant komt natuurlijk ook een raampje. Hier zetten we een simpel deurtje erin. De onderkant gaat er even uit. Let's go. Dan zetten we hier en hier zetten we één op. En al deze uiteinden zo, daar zetten we ook een stronkje, een blok. Je kan dit trouwens met alle soorten hout doen wat je wil, maar ik gebruik nu even om het zo standaard mogelijk te maken. Ook goed, hier zet je er twee op. Hier zet je zo, dit wordt het dak, dat wordt iets ingewikkelder. Zo. Zo. Ja. Zo. 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 Het is een klein beetje medieval bouwstijl, vind ik zelf. Dan zetten we hier zo aan beide kanten trouwens. En dan doen we ook nog dit. We're taking enemy fire. Requesting extraction. Tell me about your comrade, Isaac. En dan hebben wij hier hartstikke mooi wat je daar op de achtergrond hoorde, was een hele leuke muziek, man. En weer een heel erg mooi huisje. Wat nog niet af is. Deze moeten precies 1 hoog zijn, want anders kan je het er niet goed op plaatsen. Ja. Hartstikke mooi. Dit moet ook dicht. Sorry, weer mijn fout. Dit moet natuurlijk ook dicht. Oh, zo. Zorg ervoor dat je het zo plaatst. Zo in het hoekje onder. En zo, want het ziet er veel beter uit dan dat.
Zo. En dan ga ik het ook hier neerzetten. En kijk eens aan. We hebben het dak al half afgemaakt. Daar zet ik er nog één op. Dit is een irritanter werkje door het plaatsen van de stairs. Alleen dat is eigenlijk niet eens heel moeilijk. Het is wel mooi dat het nacht wordt. Dan kunnen we zo meteen het huisje ook weer zien in het donker. Dat is ook wel mooi. Als jullie het niet kunnen bijhouden, moeten jullie gewoon even de video op pauze zetten. Ik weet natuurlijk niet hoe snel jullie kunnen bouwen. En dan hebben we hier een prachtig huisje. En gravel, dat kunnen we ook wel leuk gebruiken. Hier een mooie huisje. En dan kan je hier zo'n toortje plaatsen als je wilt. En ik zou als ik alles hier zo omheen toortjes plaatsen. Wat mooi is. Hier kan je als je wilt nog bijvoorbeeld zoiets doen. Dan heb je een soort plek voor een graanzolletje. Maar zo is het toch ook wel mooi. Hier kunnen dan mooie kistjes. Hier kunnen je ovens. Hier een crafting table. Ook nog kan doen is zo aan de buitenkant kan je nog dit plaatsen zodat het wat meer stevig zodat het wat steviger lijkt. En eigenlijk is je huis nog zo goed als af. Je zou ook nog dit kunnen toevoegen aan de zijkanten, wat ik zelf niet echt per se zou doen, maar als je dat wilt dan kan je dat natuurlijk altijd doen. En dan heb je hier jouw huisje en die is eigenlijk zo goed als af nu. Hopelijk vonden jullie dit een beetje een leuke, handige video. En dan zie ik jullie graag terug bij de volgende aflevering. Tot ziens!